Tijdens de openbare commissievergadering over de ontwerpwet vaststelling minimumloon vandaag heeft Sylvana Afonsoa vragen gesteld over de werking van deze wet. De wet is primair van toepassing op arbeidsovereenkomsten en heeft dus betrekking op werknemers en werkgevers. Afonsoa wilde weten of de zogenoemde domestic workers, oftewel schoonmaaksters, ook in deze wet zijn opgenomen. Ook zijn opgenomen en ook en dat men ook heeft aanbevolen om het minimumloon te doen gelden voor deze huishoudelijke medewerkers. Dus ook al doe je thuis huishouden voor iemand, de wet is ook op toepassing, van toepassing op zo iemand. En indien zo iemand beneden onze minimumloon betaald gaat worden, minister, via uw voorzitter, waar moet en hoe gaat de arbeidsinspectie dan controleren en optreden? Arbeidsinspectie heeft zelf aangegeven, zoals ik eerder heb aangegeven, dat zij controleren op basis van bedrijvenbezoeken. En we weten hoeveel huishoudens we in Suriname hebben, hoeveel mensen een thuiswerker thuis hebben. Hoe zullen de thuiswerkers dan gecontroleerd worden of zij daadwerkelijk conform minimumloon betaald worden? Of zal dit ministerie of arbeidsinspectie een bepaald mechanisme inbouwen voor de thuiswerkers om zichzelf te controleren en indien ze zien dat ze daadwerkelijk beneden hun minimumloon zitten, waar ze zich dan kunnen aanmelden. Mahinder Yogi, lid van de commissie van rapporteurs, zei dat de sociaal-economische situatie in het land ook zijn weerslag heeft op het minimumloon. Hij benadrukte dat het verdelen van pakketten de armoede niet zal wegwerken. Waarnemend DNA-voorzitter Celsius Waterberg gaf aan dat die kwestie besproken moet worden tijdens de algemene politieke beschouwingen. Yogi voerde het parlement echter terug naar de vergadering van vrijdag 17 mei. Waarbij aanwezig waren de leden Kensenhuis, Elijah Baks, Yogi Hooghart en Etnel. En dat in die vergadering er zaken zijn besproken die betrekking hebben op deze wet, voorzitter. En dat de commissieleden, voorzitter, enkele vragen en aandachtspunten aan de orde hebben gesteld, voorzitter. En ik lees u dat het bepalen van het minimumloon het noodzakelijk is om vast te stellen de armoedegrens in Suriname. Ben ik buiten de orde? Ben ik niet bezig met de wet? Voorzitter, ik ga verder. Wat verstaan wordt onder het begrip armoedegrens? Wat is de hoogte van armoedegrens? Welke vastgestelde indicatoren worden gebruikt om het loon vast te stellen? En zo kunnen we verder gaan. U mag inkijken, voorzitter. Zo kunnen we verder gaan. Voorzitter, ik ben bezig die wet te behandelen. En we moeten een goede wet hebben. Niet na de aanname van deze wet, voorzitter, moeten we na een jaar nog zitten wachten op staatsbesluiten. Moeten we na 2 jaren tot de conclusie komen dat ook deze wet minimumloon 35 aanpassingen nodig heeft, voorzitter, en dat de wet niet kan werken. Dat was Mahinder Yogi, lid van de commissie van rapporteurs vandaag tijdens de behandeling van de wet minimumloon in de openbare commissievergadering. Hij bleef erbij dat de economische aspecten meegenomen moeten worden. Mensen moeten namelijk in staat zijn om met hun minimumloon te kunnen leven.